Dames en heren, welkom bij dit webinar van het AX College. Dit keer in samenwerking met Today's Brokers. Zometeen zal Kees Smit even verschijnen om een deel van het webinar voor zijn rekening te nemen. We gaan het vandaag hebben over volatiliteit. Mijn naam is Laura Kranenburg. Ik werk voor de Amsterdamse Beurs, voor de afdeling Retail Relations. Voornamelijk voor communicatie en educatie naar particuliere beleggers. En de webinar is daar een onderdeel van. Voordat we beginnen, dit webinar is natuurlijk educatief bedoeld. Voor aanbevelingen zult u niet bij dit webinar moeten zijn, daarvoor zullen we naar een beleggingsadviseur moeten. En daarom tonen we ook altijd eventjes de disclaimer. En dan kunnen we nu beginnen. Want gedurende de dag zien we natuurlijk altijd koersen van aandelen en indices bewegen. Gedurende de dag zien we ze op en neer gaan. Deze beweging is in principe volatiliteit. Volatiliteit is dus de mate van bewegelijkheid van de koers van een onderliggende waarde, zoals een aandeel of een ander financieel product. U ziet hier bijvoorbeeld de index, de AX-index over het afgelopen jaar. De bewegelijkheid van een aandeel laat dus eigenlijk zien hoeveel deze kan stijgen of dalen gedurende een bepaalde periode. Nou is de periode bij volatiliteit die normaal gesproken gegeven wordt, een jaar. Volatiliteit wordt gegeven in procenten, dus als er een volatiliteit van 20 gegeven wordt bijvoorbeeld, betekent dit dat in dit geval een aandeel maximaal kan stijgen en dalen met ongeveer 20% en dat daar dus het bewegingsgebied tussen zit. Volatiliteit is eigenlijk een standaard deviatie op het rendement van de onderliggende waarde. Nou, een standaard deviatie vertaalt zich in dit geval dus dat met een koers van 100 en een volatiliteit van 20, dus eigenlijk die 20%, dat ik 68% kans heb dat het aandeel tussen de 120 en de 80 komt. Dit wel gelet op de andere factoren die we eventjes buiten beschouwing houden in dit geval. Dus kijken puur sec dan even naar de volatiliteit. Als we wat volatiliteit en wat koersen met elkaar gaan vergelijken, dan zien we hier bijvoorbeeld een grafiek van een koers die eigenlijk redelijk constant blijft. Hij blijft constant. Hij blijft de hele tijd 100. Dit betekent dat er geen beweging in zit en dat als we naar de verschillen ertussen kijken, dat er elke dag een verschil van 0 is. Dit leidt dus ook tot een volatiliteit van 0. Als we naar de volgende kijken, dan zien we hier een grafiek met een stijgende lijn. Daar zit dus beweging in. En als we kijken naar het verschil in de koersen, dan zit er elke dag een beweging van plus 1 in. U zult nu misschien denken, daar zit beweging in, dus er is een volatiliteit die hoger is dan 0. Echter, u ziet daar dat de verschillen gelijk zijn. Omdat deze verschillen gelijk zijn, vindt er dus eigenlijk geen beweging plaats. En betekent het ook dat, ondanks het feit dat er een stijgende lijn is in de koers, dat er geen volatiliteit in dit aandeel is en dat de volatiliteit dus 0 is. Nou, deze grafiek heeft wel volatiliteit, zoals u waarschijnlijk wel verwacht. Een belangrijk punt is wel even om u bij stil te staan dat ook al begint en eindigt deze koers beide op 100. Dat er dus wel volatiliteit in het aandeel is. U ziet veel bewegingen, verschillende bewegingen. En dat betekent dus dat dit een bewegend onderliggende waarde is. En betekent dat er sowieso een volatiliteit is die hoger is dan 0 in dit geval. Nou, dit is de volatiliteit van de dit is de koersgrafiek van de AEX-index van de afgelopen 2 jaar. En hier kunnen we zien als we kijken naar ongeveer augustus vorig jaar tot augustus 2012, dat er een heleboel bewegingen in de onderliggende waarde, in dit geval dus de index, dat er veel beweging in plaats vond. Hoe vertaalt zich dit naar volatiliteit? Er is een volatiliteitsgrafiek. Hier ziet u de historische volatiliteit van de AEX-index. En u ziet dus dat dit resulteert in een hoge volatiliteit van 24 in dit geval. Dit is dus het punt in augustus, en dat betreft dus het punt vanaf augustus 2012 en het jaar daarvoor. Als we even kijken naar de rest van de tijd, dus de koersgrafiek vanaf april, in dit geval april tot nu, dan ziet u dat er minder op- en neergaande bewegingen plaatsvonden. En dit resulteert dus ook, zoals u waarschijnlijk net ook al zag, in een dalende volatiliteit. En in dit geval dus een volatiliteit van 15 op dit moment van de AEX-index.
Als we even gaan kijken, er is dus een hoge volatiliteit en er is ook een lage volatiliteit. Een hoge volatiliteit vertaalt zich dus naar veel bewegende koersen, veel op- en neergaande bewegingen. We zien hier bijvoorbeeld de koersen van Aalbers, van 2 jaar lang. En we zien dat deze redelijk veel schommelden, dus gingen veel op en neer. U denkt misschien, dit klinkt allemaal een beetje spannend, veel bewegende koersen, wat moet ik daar precies mee? Nou, daar gaat Kees Smit zo meteen verder op in. Ik ben even eerst hier om u de beginselen even weer duidelijk te krijgen. We hebben namelijk ook het begrip lage volatiliteit. Nou, dit zijn meestal de stabielere beursfondsen met minder bewegelijke koersen. En als we naar een koersgrafiek van een aandeel met een lagere volatiliteit kijken, dan zien we bijvoorbeeld Unilever. En dan zien we in de koersen van de afgelopen 2 jaar dat deze inderdaad veel minder bewegelijk zijn in verhouding tot bijvoorbeeld Aalberts. Deze twee koersen, deze twee koersgrafieken, vertalen zich dus naar twee volatiliteitsgrafieken. En dat zien we dus ook dat de volatiliteitsgrafiek van Aalberts een hogere volatiliteit opleverde. In dit geval is het op het moment is het 28, maar u ziet daar een piek en die is ongeveer 43 geweest. En de lage volatiliteit vertaalt zich tot een volatiliteit van 15. Dus dat is veel lager. Als u deze twee met elkaar vergelijkt, dan ziet u eigenlijk dat op hetzelfde moment, op een gegeven moment de volatiliteit toch is gaan dalen bij beide fondsen. En ook aan dit blijkt dus dat zelfs in volatiliteitsland, dat er dus ook bepaalde trends gaande zijn. En dat is altijd goed om even rekening mee te houden. Dus even testen of u het goed begrepen heeft. Als u kijkt naar deze koersgrafiek, is de koersgrafiek van Royal Dutch Shell van 2 jaar. Wat verwacht u dan dat dit aandeel voor een volatiliteit heeft? Heeft het een hoge of een lage volatiliteit? Ik hoor een hoge. Helaas, het is namelijk een relatief lage volatiliteit. Het is namelijk een volatiliteit van 14. In verhouding zijn de op- en neergaande bewegen niet zo hoog. Dus diegenen die net dachten dat het een hoge volatiliteit was, kunnen we eventjes kijken of u dit op dit moment ook nog denkt. Want als u kijkt in verhouding en vergelijkt naar de schommelingen die we net hadden en die we nu hebben, dan ziet u dat deze schommelingen toch wel wat groter zijn. En daardoor zal de volatiliteit ook hoger zijn. En dit is bijvoorbeeld Twentse Kabel was het voorbeeld. En u ziet hier ook dat de volatiliteit veel hoger was, namelijk 26. Ook dit heeft, wat ik net zei met de trend van de volatiliteit, u ziet hier dus dat op het hoogtepunt op een gegeven moment zelfs ook 43 was. Wat ik net de hele tijd heb uitgelegd, is de historische volatiliteit. Dit is de mate van bewegelijkheid van de onderliggende waarde gebaseerd op slotkoersen van het verleden. Slotkoersen van het verleden, nou, we kunnen dus heel feitelijk baseren, daarop baseren wat de volatiliteit daadwerkelijk was. Dit wordt gegeven in een jaar, over een jaar tijd. Echter zou je willen weten wat de historische volatiliteit van een dag zou zijn bijvoorbeeld. Dan kunt u simpelweg de volatiliteit delen door de wortel van het aantal handelsdagen in een jaar. Normaal gesproken zijn dat er ongeveer 256, dan zou je moeten delen door 16. Er is echter ook een andere volatiliteit die van belang is. Dit is de implied volatility. Het zou kunnen zijn dat u daar wel eens van gehoord heeft. Dit is namelijk de mate van bewegelijkheid van de onderliggende waarde gebaseerd op wat de markt gebruikt voor het prijzen van opties. Dus voor het prijzen van opties wordt een bepaalde volatiliteit gebruikt. Die wordt namelijk ingevoerd door de markt. Echter, vaak weet het publiek niet welke volatiliteit daadwerkelijk is ingevuld en gebruikt door de markt. Wat we wel weten is de prijs van bijvoorbeeld de optie. En we zouden dus wel, als we alle andere factoren weten, zouden we kunnen terugrekenen wat de volatiliteit is die de markt gebruikt heeft bij het prijzen van de optie. Nou, wat we gaan terugrekenen noemen we deze volatiliteit dus de implied volatility.
Maar hij is over het algemeen hoger dan de historische volatiliteit. En dat komt omdat er meer rekening is gehouden met andere factoren bij de implied volatility in plaats van bij de historische volatiliteit. Waar wordt volatiliteit voor gebruikt? Nou, wat ik net al vertelde was dat het de theoretische prijs van een optie beïnvloedt. Er zijn namelijk een aantal variabelen die invloed hebben en die de prijs bepalen van een optie. Dat zijn er 6. Dat is de looptijd, de rente, de dividend, de volatiliteit, de onderliggende waarde en de uitoefenprijs. En deze factoren die bepalen de prijs van een optie. Deze worden in een prijsmodel gevoerd. En er zijn meerdere prijsmodellen om de theoretische prijs van een optie te bepalen. Echter zijn er 2 die redelijk vaak gebruikt worden om de theoretische prijs van een optie te berekenen. En dit zijn Black & Scholes en Cox-Ross-Rubenstein. En deze voeren dus altijd, maar in deze modellen moet er altijd een waarde voor de volatiliteit ingevuld worden. Echter, die weten we vaak niet. En daarom zou het dus van belang kunnen zijn om deze te berekenen. Dus implied volatility te berekenen. Dit zou bijvoorbeeld in verband met bepaalde strategieën kunnen zijn die u wilt gebruiken, dat u graag de volatiliteit zou willen weten, om te kijken of die strategieën geschikt zouden zijn. Nou, we zouden, er zijn er verschillende methodes voor. We zouden allerlei verschillende formules en ingewikkelde formules kunnen gebruiken hiervoor. Echter, er zijn ook option calculators. En daar vult u eigenlijk heel simpelweg alle variabelen in die u wel weet. Dus bijvoorbeeld de rente, de dividend, de looptijd, de onderliggende waarde en de uitoefenprijs, inderdaad. En als u die invult, dan komt u dus ook tot de implied volatility. Dan vult u namelijk ook de prijzen van de opties in en zo komt u er. Nou wil het dat wij binnenkort, hopelijk over een maandje, een option calculator lanceren. Deze kunt u downloaden voor uw iPhone, tablet en dergelijke. En zoals u hier kunt zien, is het dus simpelweg het invullen van de onderliggende waarde, de uitoefenprijs, de rente, de afloopdatum en de call-and-put-prijs. En dan drukt u op berekenen en dan berekent hij daadwerkelijk voor u de implied volatility. Ja, dat is heel handig. Over een maandje komt hij waarschijnlijk. Even de website www.aix.nl in de gaten houden. Want als het goed is als hij er binnen een maand is, dan komt hij daar zeker op te staan. Wat doet de volatiliteit eigenlijk met de optieprijs? Over het algemeen zorgt de volatiliteit, als het een hogere volatiliteit is, zorgt het ervoor dat de optieprijs hoger wordt. Nou, waarom is dat? Als je uitgaat van het schrijven van een optie, dan leid je met een hogere volatiliteit meer risico dat de optie intrinsiek wordt. Je hebt namelijk meer speelruimte en beweegruimte waarin de optie intrinsiek kan worden. En omdat als de optie intrinsiek wordt, dan zal de schrijver meer risico hebben om aangewezen te worden. En daar vraagt de schrijver dus een hogere premie voor. Dus vanwege die hogere risicopremie loopt de prijs van de optie op bij een hogere volatiliteit. Mijn deel zit er op dit moment eventjes op. Vanuit Euronext kunt u ons volgen op www.aix.nl. Vanuit Retail Relations organiseren wij cursussen, webinars, financial cocktails. We schrijven blogs over interessante financiële onderwerpen. En u kunt ons altijd volgen op social media. U zou ook altijd even een mailtje kunnen sturen over bepaalde onderwerpen. Zijn er dingen nog niet duidelijk uit dit webinar? Kunt u ook altijd even een mailtje sturen naar info@nyx.com. Dan kunt u nu eventjes genieten van een kopje koffie en dan komt na de pauze, over ongeveer 2 minuutjes, komt Kees Smit bij u terug. Hartelijk welkom allemaal. Laten we eens 1 ding vergeten te stellen en dat was dat alle vragen straks aan het eind kunnen gesteld kunnen worden. Dan doen we nog een vragenronde. Ik hoop dat iedereen er staat. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat ook graag natuurlijk, maar we gaan beginnen. En dat zeg ik ook nog. Ik wil eerst mezelf even voorstellen, voor de mensen die me niet kennen. Mijn naam is Kees Smit. Ik ben werkzaam bij de DSB Heren Brokers. Waar ga ik het vandaag over hebben?
Ik ga het zo hebben over nog een keer de basisprincipes. Dus als u Laura niet begrepen heeft, geen enkel probleem. Ik ga het nog een keer proberen. En ik moet zeggen, het is een hele moeilijke materie. Maar we gaan proberen juist zo min mogelijk wiskunde erbij te halen. Dus we gaan zonder wiskunde gaan we vanavond uiteindelijk kijken wat doet de volatility nu eigenlijk. Dit zijn even de dingen die ik graag zou behandelen. En we gaan het wel over strategieën. En gedurende de presentatie zullen er wat tips en fouten zullen er zijn die we gaan behandelen. Eerst nog even mezelf voorstellen nogmaals. Ik ben Kees Smit, ik ben oprichter van Today's. Ben nu meer dan 25 jaar werkzaam. Ik ben in 86 begonnen, ooit bij ABN AMRO. En ben eigenlijk al die tijd bezig geweest in opties. Dus verschillende posities gerund. En eigenlijk allerlei verschillende posities binnen het bedrijfsleven al gehad. Of al dan binnen de bankenwereld gehad. Nog even heel kort Today's. Today's is een actieve vermogensbeheerder en een broker. En we hebben ook nog een keer fondsen. Dus datzelfde ben ik zelf, run ik een fonds, het Lage Landenfonds. En daar gebruiken we heel veel opties in. Uiteindelijk zijn we al zo'n tijd zijn we actief, misschien op allerlei verschillende beurzen. Het is natuurlijk een beetje vloek in de kerk hier op Euronext, dat er ook nog andere beurzen bestaan dan Euronext. Maar je hebt ze allemaal bij ons. We hebben twee systemen. Het eerste systeem waarmee wat ik even wil laten zien is ons pro-systeem. Het leuke van het pro-systeem is, als u de laatste column ziet op het scherm, ziet u dat daar staat implied volatilities. Dus u ziet in één keer ziet u alle implied per fonds. Daar ga ik het zo even over hebben nog een keer, wat het nou eigenlijk is. Maar het is wel grappig om te zien dat dat al in één keer in het systeem staat. Het andere systeem dat we hebben is Comfort. Dat is een heel makkelijk systeem. Werkt een beetje zoals onze concurrenten dat hebben. En werkt helemaal web-based. Wat dat betreft is dat heel gebruiksvriendelijk. Nou, nog eventjes, met de strategieën die ik vanavond ook behandel, heb ik in het verleden, hebben we daar toch redelijk veel geld mee verdiend. Mijn topjaar officieel is 2008, uiteindelijk officieus was het 98 en ook in de dip na de internethype heb ik eigenlijk mijn toprendementen gemaakt, maar in 2008 heb ik het voor iedereen zichtbaar gedaan in een fonds. Nou, een van de dingen waar wij als broker in geloven, maar waar ik als mens ook in geloof, is dat je soms long moet zitten, soms short moet zitten en soms gewoon even helemaal niks moet gaan doen. Uiteindelijk, Jesse Livermore zei ooit, there's a time to go long, time to go short, and time to go fishing. Het leuke van Livermore is anders dat hij ook moeilijke tijden heeft meegemaakt in de jaren 30. Het leuke van deze term, die kan je vertellen over opties. Of kan je vertellen over aandelen, maar die zou ook over opties kunnen vertellen. Dus het leuke van, soms moet je short zitten met opties, soms moet je long zitten met opties, en soms moet je gewoon even helemaal niets doen in opties. En dan moet je een ander product kiezen. Dus dat ga ik zo even duidelijk maken. Nou, uiteindelijk heb ik één disclaimer. En de disclaimer die is met krediet van André Costolani. Iedereen die ooit een presentatie van me gehad heeft, heeft hem al een keer voorbij zien komen. Uiteindelijk is wat mij betreft dit een briljante opmerking. Als u de beurs geld maakt door mijn adviezen, is dat een succes. Als u zonder mijn adviezen geld verdient, is dat een groot succes. En als u vanavond of morgen tegen mijn adviezen in geld afhandelt en dan toch geld verdient, is dat wat mij betreft een enorm succes. Dus wat dat betreft wens ik iedereen altijd een enorm succes toe. Even een stapje terug. We hebben het over opties. Een optie kan je kopen en kan je verkopen. Als je een optie koopt, moet je daarvoor een prijs betalen. Een optieprijs. Die prijs noemen we ook wel premie. Uiteindelijk als je een optie verkoopt, dan krijg je dus die premie. Nou, uiteindelijk is die premie, die bestaat uit twee delen eigenlijk. Eerst nog eventjes even de definities van long en short opties. Van een long call, dan heb je het recht om te mogen kopen. Short call heb je een leveringsplicht. Een long put, dan heb je een bescherming. Dus dan heb je een leveringsrecht, dus jij mag leveren aan iemand, je mag iemand iets verkopen. Een short put betekent dat je een afnameplicht hebt uiteindelijk. Nou, uiteindelijk nog eventjes door naar de optiepremie. De optiepremie bestaat dus eigenlijk uit twee delen. Een verwachtingswaarde en een intrinsieke waarde. Uiteindelijk die intrinsieke waarde kunnen we zo heel simpel uitrekenen. Eventjes als voorbeeld, een aandeel staat 20, je hebt het recht om te kopen op 15, dan is de intrinsieke waarde van een optie is 5 euro. Nou, over het algemeen zijn natuurlijk opties niet alleen maar intrinsieke waarde, maar ook nog een keer een premie erbovenop. En die premie wordt dan, zoals Laura ook al benoemd heeft, door een aantal zaken bepaald. En een van die zaken is bewegelijkheid.
Looptijd is natuurlijk ook zoiets. Hoe langer een optie loopt, hoe langer je de tijd hebt dat die ooit waarde krijgt, dus hoe duurder die zal zijn. Rente en dividenden zijn van belang, maar bewegelijkheid is eigenlijk van het allergrootste belang. Hier nog eventjes op een rijtje van welke zaken er allemaal parten spelen voor een optieprijs. Bijvoorbeeld de koersonderlinge waarde, uitvoerprijs, dividenden, looptijd, volatility en rente. Nou, we zien nou eigenlijk, als we al die punten aflopen, zijn het allemaal punten die eigenlijk wel bekend zijn. Ik bedoel, de koersonderlinge waarde kan u zien op het scherm van Euronext. De uitvoerprijs kan u zien op uw scherm of kan u zelfs in de krant zien. De verwachte dividenden, die weet u ook al. Er zijn allerlei programma's voor, die doen we dat al. Looptijd is ook een bekend iets. Rente, nogmaals, die kan u in de krant zien. Dus eigenlijk alle zaken weet u om een optieprijs te berekenen. Er is alleen één ding wat u niet weet en dat is die volatiliteit. Nou, nu is die volatiliteit, en die ga ik steeds vol ga ik noemen om niet enorm lang aan gesprek te zijn alleen maar het woord volatiliteit uit te spreken. Dus ik noem dat ook steeds vol. Nou, die vol, nogmaals, die komt in principe is die van belang, dat heeft Lauwe net ook al gezegd, in het Black-Scholes model, maar ook in andere modellen. Uiteindelijk zijn al die modellen zijn gebaseerd op arbitrageprincipes. Dus dat je uiteindelijk met het ene kan je het andere maken. Eventjes dan, volatiliteit is in twee soorten. Eigenlijk ga ik zo vertellen dat er zelfs nog meerdere soorten zijn, maar de twee soorten die er zijn, zijn eigenlijk historisch. Dan is het op basis van de koersbeweging en implied. Implied komt vanuit de markt zo. Beide ga ik eventjes toelichten. Nogmaals, het woord standaarddeviatie werd al uitgelegd, maar dat wil ik eigenlijk niet meer noemen. Want standaard wat is inderdaad een afwijking van je trend, maar hoe berekenen we nou eigenlijk dan die historische volatility? Die berekenen we eigenlijk door de trend te pakken en dan de afwijking van de trend te nemen. Al die afwijkingen die gaan we kwadrateren en dus ook positief maken. Die gaan we namelijk allemaal bij elkaar optellen en dan daarvan maken we uiteindelijk, nemen de wortel. Als je die wortel ervan neemt, dan kom je uiteindelijk op de standaarddeviatie. Nogmaals, dit is een technisch verhaal. Het gaat er alleen om dat je dus eigenlijk een formule hebt waarmee als je de koersen erin stopt, komt er uiteindelijk een getal uit. Net zoiets als dat je de temperatuur buiten kan meten, zo kan je ook de temperatuur op de beurs meten. Dat doe je dan vanuit die historie gezien. Lauwe noemde het ook al, kan je met bepaalde waarschijnlijkheid kan je dan dingen zeggen van dat er een 60% waarschijnlijkheid dat je in een bepaald gebied blijft. Uiteindelijk wil ik altijd waarschuwen dat je daar enorm mee moet oppassen. Waarschijnlijkheidsgebieden lijken soms heel logisch, maar het leuke van waarschijnlijkheid is dat het juist als het fout gaat, gaat het enorm fout eigenlijk. En dat hebben we natuurlijk, dat noemen we dan uiteindelijk dan het tail risk, noemen we dat ook. Dus dat in de staart zitten enorme grote risico's. Eventjes eerst een plaatje van hoe ziet historische volatility er nu uit. En in dit geval hebben we van de AEX hebben we gepakt. We zien hier een grafiek vanaf 1997 tot en met 2006. En we zien dat in de Azië-crisis in 1997-98, uiteindelijk in 98 als dan de Azië-crisis er is, zie je dat de volatility historisch hard omhoog gaat in één keer. Je krijgt een afwijking van je trend en in één keer staat die 50. Nou, we zien dan later tijdens de IT-dip in 2003, zie je dat hij zelfs naar de 55 gaat. En dit is een historische volatility. Het is een grafiek op closing basis, dus zie je hele grote uitschieters zie je hier zelfs niet eens in staan. Nu zijn er een aantal systemen waarin je die historische volatility kan zien. Allereerst ga ik dus zeggen dat je meerdere soorten historische volatility hebt. Want je moet natuurlijk uiteindelijk, als je één dag pakt, dan krijg je vaak hele rare uitschieters. Dus vaak ga je met meerdere dagen werken. Bijvoorbeeld met 5-daags of 50-daags. Zoals we hier gedaan hebben in de tweede kolom, zie je staan historische volatility 50-daags. Je ziet 150-daags. En je ziet 5-daags, 15-daags, 30-daags en 50-daags. Dat zijn eigenlijk de kolommen die we nu hebben staan. Ik moet even mijn bril opzetten bij de andere hand. Maar we zien dan ook dat die volatility uiteindelijk historisch gezien dus beïnvloed kan worden door het gemiddelde. Omdat je een lange gemiddelde pakt of een korte gemiddelde pakt, kan die dus ook daar een verschil in geven. Uiteindelijk gaat het erom dat je een gemiddelde volatility pakt die past bij je optie. Dus eventjes als voorbeeld, stel je voor je wil een optie van een maand uitrekenen, dan zou je eigenlijk minimaal naar een historische volatility van een maand moeten kijken, van bijvoorbeeld 30 dagen dan eventjes.
30 dagen natuurlijk handelsdagen, dus uiteindelijk zou dat dan, zou je er zelfs naar 20 dagen kunnen kijken. Als je een 20 daags volatility pakt voor een maand optie, dan zou je dus een indicatie krijgen van wat de bewegelijkheid zou zijn over de afgelopen maand. Het is natuurlijk alleen de vraag of diezelfde volatility, diezelfde bewegelijkheid, of die nog steeds blijft gelden. Het kan zijn dat je een hele rustige periode hebt gehad, het kan ook juist zijn dat je een hele drukke periode hebt gehad. En vandaar dat je dus wel moet kijken wat je ermee doet. Ja, het leuke van die volatility is, die historische volatility, dat die dus dat je die op verschillende periodes kan bekijken. Dat hebben we in een grafiek gezet, althans dat hebben onze vrienden van Bloomberg in een grafiek gezet. En dan krijg je dit als plaatje. Dit is rond 2000, 2001. Dan zie je in één keer een piek in die historische volatility. En dan zien we zelfs dat die uiteindelijk zelfs rond de 70 geweest is. Dat zou dus betekenen, als je een optieprijs had rekenen, dan zou je dus in één keer 70 moeten invullen in je model. En dan kom ik zo meteen nog even wat de effecten daar wel niet van zijn. Nou, ik heb hier nog even wat van de afgelopen tijd gepakt. We zien dat nu 2008, dan zie je daar dat de volatility zelfs 90 geweest is. Dus niet alleen in de Azië-crisis hebben we grote hoge volatility gehad, maar ook in 2008 tijdens de bankenproblemen, de val van Lehman Brothers, juist hele hoge volatilities gehad. We zien dan recent eigenlijk, dit jaar, dat we een volatility van rond de 14, en dat bleek ook een volatility te zijn die in Royal Dutch zit. Dat geeft een beetje aan dat het eigenlijk een hele lage volatility is. Ik zal dan zo nog even aangeven hoe die volatility dan wat voor effect dat heeft op je optieprijs. Ik heb hier nog even ziet hier twee dingen bij elkaar. Je ziet aan de ene kant, aan de rechterkant zie je de volatility staan historisch. Op dagbasis, op vijfdaagsbasis, maand, et cetera. En je ziet aan de andere kant, zien we het grafiekje ervan van de prijzen eventjes. Gaan we nog eventjes naar, we hebben dus historische volatility en we hebben implied volatility. Historisch hebben ze uitgelegd dat het komt gewoon puur uit de historie gemeten. Dus je stopt alle historie erin, stopt allemaal historische data erin. En hoe langere periode je pakt, hoe langere historie je krijgt. Maar implied, hoe doen we dat dan eigenlijk? Nou, implied doen we als volgt eigenlijk. Normaal is het dus zo van, je kan in het Black-Scholes model, kan je op twee manieren rekenen. Je zou natuurlijk eerst al die punten erin kunnen stoppen en dan krijg je een theoretische prijs. Uit die calculator die binnenkort ook op Euronext te krijgen is, zou je, als je alle punten erin gevuld, krijg je een theoretische prijs. Andersom zou je ook gewoon de marktprijs nu kunnen pakken en die invullen in je model. En dan zeggen uiteindelijk heb je dan één onbekende. En die één onbekende is volatility. Want als de rest wisten we, intrinsieke waarde konden we uitrekenen, looptijd konden we zien in de krant of op het scherm, rente kunnen we zien in de krant, dividenden kunnen vragen aan het bedrijf. Er is eigenlijk maar één ding wat we niet weten en dat is dat volatility verhaal. Nou, dat volatility verhaal kan je dan ook zeggen dat in een model is er maar één onbekende. En als je één onbekende hebt in wiskunde is het heel makkelijk terug te rekenen van wat het dan zou moeten zijn. En dan ga je dus vanuit de theoretische prijs ga je naar de volatility rekenen. Dat noemen we uiteindelijk implied volatility. Dus je gaat vanuit de marktprijs, ga je terugrekenen van wat dan de volatility is waar de markt mee rekent. Want het is nog heel goed te weten wat de historie doet. Dus de historie kan bijvoorbeeld 20 zijn, gemiddeld over de afgelopen maand. Maar uiteindelijk gaat het erom wat vandaag het is en wat je denkt dat de komende tijd gaat gebeuren. Als je denkt dat de komende tijd een heel druk, volatiele markt gaat worden, dan is dus 20 heel laag. En zou je zeggen, dan moet ik juist volatility gaan kopen. Nog eventjes, om volatility toch iets ingewikkelder te maken dan dat niet te gemakkelijk overdenken. Volatility is in heel veel soorten en maten. Een van de soorten en maten die we hebben, is dat de verschillende uitoefenprijzen eigenlijk verschillende volatilities hebben. Dus de verschillende uitoefenprijzen, en dan zie je vaak dat de at-the-money series, de 100%, die hebben een iets lagere volatility dan de heel far out of the money of heel deep in the money. En dan krijg je, zoals we het noemen, een smaal. Dus hoe verder je weggaat van de huidige prijzen, hoe meer volatility erin komt. En dat geldt dus ook aan beide kanten van je verhaal. Gaan we nog even terug dus naar de implied volatility. Daar kan je dus ook grafieken van maken. En als we dat doen, dan hebben we hier even de grafiek van weer vanaf 97 gezien. En dan deze keer niet op de AEX, maar deze keer op de S&P 500. Grappig is dat de S&P 500 een extreem hoge correlatie heeft met de AEX. Op de S&P hebben we een speciale volatility meter en die heet de VIX.
Die kan je gewoon op alle platformen kan je zo vinden. En er zijn zelfs futures op waarop je zelfs op de fix zou kunnen handelen. Het leuke van de fix is dat hij dus ook gewoon op je scherm krijgt. Op Yahoo of waar dan ook zie je uiteindelijk de fix staan. We zien dan dat in 1998 we nog even een dip gehad hebben in de volatility van rond de 15. En uiteindelijk dat jaar topte die boven de 60. Het grappige is van deze implied volatility meter, is uiteindelijk dat het een mix is van meerdere series. Dat betekent dat het is een index, dat betekent dus dat er meerdere gemiddelden zijn. En dat één serie zou best een volatility kunnen hebben gehad van 100, om uiteindelijk tot een gemiddelde te komen van 60. Maar we zien dan ook dat uiteindelijk, voordat de volgende dip begon, in 2003, dus voordat uiteindelijk de hele internetbubbel klapte, stond zelfs volatility na een tijd rond de 10. Dus uiteindelijk was volatility heel goedkoop. En als volatility goedkoop is, zullen we zo zien, zijn opties heel goedkoop. En als opties goedkoop zijn, betekent dat wel zowel de calls als de puts goedkoop zijn. Nou, nog eventjes dan een plaatje van de fix, wat meer ingezoomd naar de periode 2008-2009. We zien dan dat zelfs in het omvallen van Bear Stearns en Lehman Brothers, dat zelfs de volatility uiteindelijk piekt boven de 100. Nou, dat zijn extreme niveaus en dat is wel leuk om dan dat te zien, in ieder geval dat soort dingen kunnen gebeuren in panieksituaties. En die hebben we dan niet eens zo heel lang geleden meegemaakt. Even de huidige fix, dan zien we dan dat hij op dit moment rond de 15 is. Hier staat hij dan zelfs nog op 12, dat is van een paar dagen geleden. Maar nu op dit moment is hij rond de 14, 14-15. We zien dus eigenlijk dat we op een relatief lage volatility staan op dit moment. En dat betekent dat ook opties op dit moment relatief goedkoop moeten zijn. Nog eventjes dan de verschillende soorten volatilities. We hebben dus een historische volatility. We hebben een implied volatility, maar belangrijk is ook de verwachte volatility. Uiteindelijk, wat denkt u dat de volatility gaat doen? En zoals ik hier ook onderaan aangeef, je moet geen appels met peren gaan vergelijken. Dus je moet de verschillende strikes niet met elkaar vergelijken en ook niet de verschillende looptijden met elkaar gaan vergelijken. Nog eventjes gaan we naar, voordat we zo wat berekeningen gaan laten zien, gaan we eerst nog eventjes naar de historie van dat 2008 niet op zichzelf stond. We zien hier 87, zie je dat zelfs de volatility na een tijd boven de 155 geweest is. Dus een echte paniek, een echte crash. Wat dat betreft was 2008 was nog een beetje kinderspel, zullen we zeggen. We zien dan ook uiteindelijk dat andere periodes, de golfoorlog, zie je ook dat de volatility behoorlijk spiked. Dus elke keer als er paniek is in de markten, iets onverwachts gebeurt, zie je dat de volatility hard omhoog gaat. We zien daar ook de Rusland-crisis, LTCM in 99. En we zien ook 9-11 dat er ook grote effecten zijn op de volatility. Om nog eventjes appels met appels te vergelijken, heb ik hier een grafiek van een 1 maand at the money, een 3 maand at the money, een 6 maand at the money, en een 1 jaars, en een 2 jaars, en een 3 jaars. Het leuke is dat dit zijn at the money's. Dat betekent dat vandaag is iets at the money. Als vandaag de index bijvoorbeeld 315 staat, dan is de 315 strike is at the money. Als je daar dus van de implied van uitrekent, is dat de at the money volatility. Zou morgen de index 310 staan, dan zou je de 310 moeten nemen om tot de at the money volatility te komen. En dan moet je dus nog verschillende perioden pakken, een 1 maand, een 3 maand of een 6 maand, om tot deze grafiek te komen. Het grappige is dat je ziet dus dat dan de volatilities ook onderling bewegen en dat soms korte opties wat duurder zijn dan lange opties en soms zijn lange opties weer duurder zijn dan korte opties. Dus het grappige is om dat zelf in de gaten te houden. We gaan nu even stoeien met wat optieprijzen. En omdat de AEX nog niet helemaal klaar was voor mijn seminar, ga ik naar een website die al jarenlang bestaat, option-price.com. En gaan we naar deze website, dan zien we het volgende zien we dan. Gewoon een optiecalculator. Het leuke van deze optiecalculator is, je kan die zelf invullen als underlying, dat is onderliggende prijs, is 100. De uitoefenprijs, in dit geval ook 100 ingevuld. Het aantal dagen dat die optie loopt, 90 dagen, dus 3 maanden. De rente hebben we gezet op 4%. De dividend hebben we gezet even op 2%. En de volatility hebben we even op 10 gezet. Rounding staat hier onder 3, dat betekent dat je 3 cijfers achter de komma hebt. Nou, uiteindelijk kan u die rounding zetten op 2 cijfers achter de komma of 5 cijfers achter de komma, dat maakt allemaal niet uit wat u zelf wil.
Het leuke is, als de volle pilot nu 10 staat, dan zou een 3-maands optie zou dan een call zou 2,22 zijn en een put zou 1,73 zijn. Het leuke is, als we nu de volle pilot gaan verdubbelen, dus van 10 naar 20 brengen en de rest allemaal hetzelfde houden, dan zien we in één keer dat de theoretische prijs verdubbelt. Die gaat van de call gaat van 2,20 naar 4,20, dus bijna verdubbeling. En de put gaat van 1,73 naar 3,70. Het grappige is dus dat een verdubbeling van de volatility zorgt voor een verdubbeling van de optieprijzen. En anders, u kan het zelf gewoon mee spelen en dan ziet u dus dat dat altijd zo geldt. En u zou ook de 90 dagen kunnen nemen en een optie maar 2 maanden laten lopen, heeft hij hetzelfde effect. Zou het natuurlijk nog een keer doen, zou de volatility van 20 naar 40 laten gaan, dan zie je in één keer dat de theoretische prijs van een call is in één keer 8,10. En de put is in één keer 7,61. Dus het grappige is trouwens, de onderliggende waarde is helemaal niet veranderd. Die staat nog steeds 100. De optieprijs, of de exercise price is ook nog steeds 100. Al die dingen zijn niet veranderd. Rent is niet veranderd. Andere dingen zijn niet veranderd. Het enige wat veranderd is de volatility. Het leuke van als u dus dit ziet, en dan even terugdenkt naar die grafieken die ik net liet zien. Dat, stel je voor dat er dus morgen in één keer een aanslag zou zijn, waar dan ook. Waardoor de volatility in één keer verdubbelt. En stel je voor dat de prijzen dat niet zouden doen, hè, even hypothetisch. Dan zou het betekenen dat als u een call had gekocht op 2,20 en de volatility gaat in één keer naar de 40. Wat nog steeds een relatief laag niveau is in een panieksituatie. Hè, want in een paniek kan je ook 100 hebben of boven de 100 zelfs. Dan zie je in één keer dat je met een call, zelfs al zou je een call hebben gekocht, schiet in één keer die call omhoog van de 2,22 naar de 18. Dus het grappige is dat u... De mening over de markt is in ieder geval eigenlijk niet eens heel veel belang. Het grappige is dat we dus ook kunnen stoeien door, en anders dat kan ik hier niet doen, maar dat kan ik thuis wel doen. Dus ik zou dus de onderliggende waarde zou kunnen laten zakken naar bijvoorbeeld 95, hè, dat je 5% zakt in één keer. En dan zou je zien dat zelfs die call dan nog steeds boven de 2 zou doen. Dus dan maak je nog steeds winst, omdat de volatility gestegen is, mocht je het helemaal fout hebben. Dus eigenlijk is volatility veel belangrijker om daar een mening over te hebben dan over de onderliggende waarde. Natuurlijk is het goed om ze allebei te hebben, maar de meeste mensen hebben wel een mening over de onderliggende waarde. Die zeggen ja, een aandeel gaat omhoog of een aandeel gaat naar beneden. Wij hebben vaak geen mening over wat er met de volatility gaat gebeuren. Normaal is de volatility staat nu 15 en als je denkt dat de crisis aan gaat houden, of als je denkt dat de problemen op de beurs aanhouden, dan betekent dat de volatility omhoog gaat. En dat betekent dat je dus eigenlijk nu moet denken aan strategieën die daarvan profiteren. Nou, nog eventjes dan, u heeft dus nu gezien wat het enorme effect is van volatility op de prijs. Daarom is het ook meteen goed om nog eens meteen al na te denken over de strategie die we doen. Nou, we hebben zelf daar een programmaatje voor gemaakt. Dat is gewoon een strategiedisk die ooit was bij een collega beurs in Londen. Die hebben we in Excel gezet. Iedereen kan het programma zelf van me krijgen. Moet u alleen of met Euronext contact opnemen of met ons contact opnemen. Het is een Excel sheetje is het. Wat u moet doen in de Excel sheet moet u een button aanklikken. U moet namelijk zeggen, bent u bearish, dus negatief, of bent u bullish, of zowel de markt als de volatility. Stel je voor u bent even als voorbeeld positief op de markt en positief op de volatility. Dan zou u dus een optie moeten kopen. En in dat geval dat u positief op de markt bent, zou u een call moeten kopen. Nou, dat doen we even een paar voorbeelden, die hebben we even uitgewerkt. We zijn dus positief op de markt en positief op de volatility. We kopen een call, maar u zou ook een andere strategie kunnen doen. U zou ook een van de strategieën eronder kunnen doen. Nogmaals, uiteindelijk gaat het erom dat u erboven zit, denk ik het makkelijkste vaak. En als je die al weet, kan je de rest later mee combineren. Andere strategie nog eventjes dan. We zijn in dit geval negatief op de markt. Zijn positief op de markt, maar negatief op volatility. Dus je denkt dat de markt omhoog gaat, maar je denkt dat de volatility die nu bijvoorbeeld even als op 15 staat, naar de 10 gaat. Nou, dan zou je niet een call moeten kopen, want die zou dan dalen. Maar dan zou je juist een put moeten verkopen in dit geval. Dus een optie moeten verkopen, omdat je denkt dat de volatility gaat dalen. En omdat je denkt dat de markt omhoog gaat, moet je een put verkopen in dit geval. Nou, nog eentje. We zijn negatief op de markt en we denken dat uiteindelijk als de markt heel hard naar beneden gaat, dat er dan volatility ontstaat. Nou, dan is het leuke dat je een heel simpele put-strategie, door gewoon een put te kopen, kan je eigenlijk fantastisch beschermen.
Gaan we naar los een aantal strategieën dus eventjes. Zou je dus kunnen verdelen in 3 delen. Je moet je strategie dus verdelen in dat je of positief bent op de volatility. Dan moet je opties kopen. En dat kunnen calls, puts of allebei zijn. Allebei betekent dat je een straddle long gaat. Een volatility die betekent dat je short gaat in volatility. Je denkt dat de volatility gaat dalen. Dan moet je dus opties verkopen. Dat zou een short straddle kunnen zijn, maar dat zou ook alleen maar een call of alleen maar een put kunnen zijn. En als je denkt dat de volatility neutraal, dat je denkt ik heb eigenlijk helemaal geen mening over de volatility, wil ik ook niet hebben. Wat je dan zou moeten doen is werken in spreads. Dan moet je 1 optie kopen en een andere optie verkopen. En dan heb je eigenlijk geen last van de volatility. Nou, eventjes een voorbeeld van, er zijn verschillende aanbieders die volatility ook voor u uitfilteren. Van waar is nou de meeste volatility? Want uiteindelijk als er hoe meer volatility er is, hoe meer leukere dingen zijn te doen. Dus ook hoe leuk het kan zijn om bepaalde opties te schrijven. Nou, op dit moment een mooi voorbeeld is eventjes, dat heb ik, dit is van Finodex. En Finodex heeft dan, als je daar met gisteren op klikte, zag je dat Impact en PostNL, dat het juist hele volatiele fondsen zijn. Dat denken dat daar hele interessante premies zijn, die uiteindelijk heel interessant zijn om daar opties op te verkopen. Nou, een ander leuk ding waar ik even iedereen op wil wijzen, is dat volatility niet alleen effect heeft op uw strategieën, maar volatility heeft ook effect op het margin percentage. Dat komt eigenlijk omdat margins berekend worden, dus het geld dat je moet aanhouden tegenover een geschreven positie, dat bestaat eigenlijk voor een deel uit de optieprijs die je moet invullen, plus een percentage. Nou, het feit dat je de optieprijs, dat die enorm hard beïnvloed wordt door volatility, betekent dus ook dus als de volatility stijgt, de optieprijzen stijgen, en betekent ook dat automatisch dan ook uw margins stijgen. Dus het grappige is dat u ziet dat als er volatility ontstaat, paniek ontstaat, dat dan ook de margins toenemen, dus dat de banken meer zekerheden willen hebben van u als klant. En dat betekent automatisch dat vaak mensen in problemen gaan komen omdat die te veel margin zijn aangegaan. Want als ze te veel margin zijn aangegaan, moeten ze verkopen en dat triggert dan eigenlijk uit de automatische markt weer tot nog grotere daling. Nou, er zijn ook mensen die roepen dat volatility een voorspeller is. Uiteindelijk vind ik wel dat het is voor mij wel een indicator, maar ik vind het heel moeilijk om daar een voorspelling uit te halen. Als er enorm veel volatility ontstaat, dan is er inderdaad vaak wat aan de hand in de markt. Een mooi voorbeeld is even Bear Stearns. We zien hier in Bear Stearns, dat is BSC. En daaronder zien we Lehman Brothers staan. We zien dat de koersen allebei nog steeds, Lehman Brothers stond op dat moment nog $25. Was wel zwaar die dag min $14, maar uiteindelijk nog helemaal geen faillissementskoers. Toch zie je staan dat op dat moment de opties, de put-opties in ieder geval, die een volatility hebben van rond de 700. Ja, dat geeft even aan dat er echt enorme paniek is. Als ik dan net de grafiek weer even terug op het netvlies krijg van de crash van 87, dat in de index op dat moment boven de 100 staat. En dan vonden ze dat al extreem hoog. Dat betekent dat als er 700 staat in een fonds, ja, dan is dat er gewoon echt iets heel speciaals aan de hand. En dan praat je over extreme paniek. Dat mensen graag bescherming willen kopen tegen die paniek. Nou, uiteindelijk, de conclusie wat ik u zou willen overbrengen is dat we bij het uitstippelen van een strategie niet alleen een idee moeten hebben over de index, dus de onderliggende waarde of het aandeel, maar ook een visie moeten hebben over de volatility. Voor de rest vind ik dat je een stop-loss moet gebruiken in je strategie of je strategie moet aanpassen op het moment dat je het verkeerd hebt. Dus als je bijvoorbeeld een short put hebt staan en er ontstaat een enkele volatility, moet je zorgen dat je er een spread van maakt of moet je zorgen dat je je verlies gaat pakken. Je moet iets gaan doen om je strategie aan te passen. Uiteindelijk is het wat mij betreft dus volatility extreem belangrijk en het is een component wat door heel veel mensen vaak vergeten wordt. En juist omdat het vergeten wordt, is vaker de reden dat mensen juist niet succesvol zijn op de optiebeurs. En wat mij betreft, als je dat niet vergeet, zou je heel gemakkelijk wel succesvol kunnen zijn op de optiebeurs. Nog eventjes een paar leuke grafieken. Ik heb hier de grafiek van volatility in de jaren 30. Er zijn een hoop mensen die roepen altijd van dat de huidige crisis lijkt op die van de jaren 30. Dan zien we hier de jaren 20, de jaren 30. Dan zie je dat in die periode de volatility rond de 90 is geweest. Dus tussen de 60 en de 90 regelmatig heeft gezeten. Als we dan weten dat die nu op dit moment 15 is bij ons, ja, dan weten we ook dat we in ieder geval niet op een hoogtepunt van de crisis zitten. En dat we die ofwel gehad hebben of alsnog moeten gaan krijgen.
Maar in ieder geval, we hebben nu geen echte crisis. Uiteindelijk, een van de dingen die ik mensen altijd wil duidelijk maken, is dat ze niet steeds hetzelfde moeten doen. En dan, daarvoor heb ik altijd een mooi plaatje van een slak op de treinrails. Als slak op de treinrails kan het zo zijn dat je denkt dat het je fantastisch voelt. Dat je denkt, jongens, wat leuk. Voel ik me nog fijn. Wat een mooie gladde ondergrond. En ik kom helemaal geen andere dingen tegen. Dat kan heel lang goed gaan. Alleen als dan een keer die trein aan de rechterkant een keer toch rijdt, dan heb je in één keer een probleem. Want dan word je slak natuurlijk verpletterd om mee te laat om snel van de rails op te gaan. En dat is ook wat er vaak met beleggers gebeurt. Mensen doen een bepaalde strategie, voelen zich er heel comfortabel bij, denken van nou, daar ben ik goed in. Bijvoorbeeld opties verkopen, maar dat gaat vroeg of laat, gaat dan enorm mis. Ik noem hier nog een paar websites. Ik noem hier IX, ik noem hier Finodex. Ik heb hier ook een website die heet iVolatility. Ook de website van Euronext wil ik zeker niet vergeten, AX.nl. Dat is in principe een prima website waar ook heel veel informatie staat over volatility en over de fondsen. Ik heb nu even een boekenlijst erbij staan. En dan gaan we zo naar de vraagdingen. Er is enorm veel te lezen over volatility. En vaak zijn het hele theoretische boeken moeilijk doorheen te komen. Ik heb hier een lijstje genomen. Ik vind zelf, Hull is een heel saai boek wat mij betreft, maar er staan wel alle formules heel mooi in. En voor de rest, Macmillan vind ik dan zelf een boek wat heel lekker leest, om het zo maar even te zeggen. Maar voor de meeste mensen van u zijn dit allemaal boeken die u moet lezen voor het slapen gaan. Zou ik zeggen, zijn er nog vragen? Voor mij of voor Laura? Een leuke vraag bij komen. Sowieso alle andere vragen worden morgen sowieso in de mail beantwoord. De vraag die hier nog staat is, wat is een stoploss? Ik noemde inderdaad de kreet, wat een stoploss? Een stoploss is uiteindelijk een stopverlies, zoals het ook letterlijk vertaald is. Dat betekent dat je een positie nu hebt. En als je een positie hebt, dan bijvoorbeeld op 10 heb je een optie gekocht. Dat je zegt, oké, ik wil niet meer verliezen dan aan 8 euro. Dat je dus op 8 euro je verlies pakt. En dat zou dus in principe een stoploss zijn. Misschien, ik zie nog één laatste vraag, komt er nog binnen schieten over sprinters en turbo's. Sprinters en turbo's is het leuke dat die bevatten helemaal geen volatility. Dat is aan één kant kan het positief voor u zijn omdat u geen volatility mening hoeft te hebben. Aan de andere kant heeft u ook gezien dat volatility juist een voordeel voor u kan zijn. Als u nu een optie koopt voor volatility 10, dan zou die, en de volatility schiet heel wat omhoog, dan krijg je juist in principe een enorme rit omhoog, krijg je een enorme hefboom er in één keer in. Dus een turbo krijgt geen extra hefboom vanuit volatility veranderingen, en optie krijgt hij wel. En wat dat betreft kan het een voor- of een nadeel zijn, maar dat is maar net wat u zelf leuk vindt. Ik vind het zelf soms leuk om in opties te zitten en soms leuk in turbo's te zitten. Dan zou ik zeggen dat ik u in ieder geval een hele prettige avond wens namens Laura en mij. En anders krijgt u morgen via de e-mail binnen. U heeft ook beide e-mailadressen heeft u van ons, dus wat dat betreft moet het allemaal goed komen. Ik wens u in ieder geval alvast, mocht u al afhaken, heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot ziens.